Mevrouw Hermans, u ziet er nog wel florissant uit, moet ik zeggen. Ja. Dit vind ik heel sympathiek dat je dat zegt. Maar ik meen het ook nog eigenlijk. Oké, dank je. Ja. Het vertrouwen in de politiek is toegenomen sinds het aantreden van dit kabinet. Maar of dat lang zo blijft, is nog maar zeer de vraag. De algemene politieke beschouwingen van vorige week hebben daar niet bepaald de aanleiding toe gegeven. Meneer Schoof, hoe vindt u zelf dat het gaat? Wat had u eigenlijk een mooi leven hiervoor? Ja, hè? Dat is wel heel mooi. Dat is ook een heel mooi leven, ook hoor. Ook wel, toch? Ja, wel, zeker. Ja, maar, ja. Het is af en toe intensief. Ja. Het kost je af en toe een nacht. Ja, nee, maar u bent natuurlijk pensioengerechtigde leeftijd. Dus u had lekker op een strand ergens kunnen zitten. Dat denk ik dan als ik u daar zo zie staan. Maar ik was sowieso al niet van plan om op een strand te gaan zitten. Nou dacht ik dat het in het debat over de regeringsverklaring niet erger kon. Maar wat ik dan gisteren zie, daar moet u zich dan toch ook wel even achter de oren krabben. Van, of toen ze om zich heen kijken van waar ben ik beland eigenlijk? Toch of niet? Laat ik zeggen, ik had dit toen ik jaar zei niet bedacht dat ik dit allemaal zo zou gaan meemaken. Dat kan ik me voorstellen. Maar aan de andere kant, je bent premier, je weet dat je in de Kamer verantwoording moet afleggen. Zo hoort het ook. Nou komen de financiële beschouwingen nog? Over anderhalf week, ja. En als je nou dit zo gisteren hebt meegemaakt, dan heeft u daar dan nog wel zin in eigenlijk? Ja, ik heb er wel zin in. Ja. Dus ik vind dat een van de leukste debatten van het jaar. Dus, En het zijn financiën mensen, hè. Die zijn, die zijn wat meer op de cijfers gericht. Die zijn beschaafder. Wat nerdiger misschien. Dus het gaat wat meer over tabellen en cijfers. Dus inhoudelijker ook daarmee? Ik denk wat inhoudelijker. Ja, want dat ontbrak er wel een beetje aan. Hè. Was een grote kritiek. Vertrouwen in de overheid is toegenomen. Moet je niet veel meer van dit soort debatten hebben, denk ik. Maar het ging wel ergens over. Ja, het ging wel ergens over, maar misschien nog wel iets te weinig. Dag meneer Timmermans. Hey. Goeiedag. Hallo. Hey. Gaat goed, hè? Ja, nou, mijn perspectief wel. Nou, ik zit zo dat debat te kijken en ik denk ineens van, hij kan het er wel. Ja. Nou, fijn toch? Ja, voor mij dan, hè? Nou ja, het is wel ineens schitteren, hè? Toch? Voelt het ook zo? Nou ja, ik voel me echt op mijn gemak. Ja. Het is eigenlijk voor het eerst, denk ik, zo'n beetje sinds u hier bent. Ik heb erg moeten wennen toen ik weer terugkwam. Ja, het is toch wel veranderd. Het is allemaal wat. Dus u heeft het weer terug eigenlijk? Ja. Voelt het zo? He's back. Ja? Maar goed, nu staat er heel ontspannen bij, wel met de handen in de zak. Oh, dat sorry, toch, ja, dat is niet. Dat zal ik ook maar zo netjes zo staan. Zo, dat is wel heel onbeleefd. Ja, ik heb tenminste geen broek met gaten aan. Dus dat is ja. Wat is daar eigenlijk mis mee? Nee, niks hoor. Niks hoor. Ik kan heel uw achterban gaat in de broek hebben. Kijk uit, hè, want ik krijg allemaal mails. Ja. Hallo. Heel kort eventjes, want ik vroeg me eigenlijk af, u als nestor, toch wel ook wel een beetje. Hoe gaat het? Gaat het nou goed voor het kabinet? Of gaat het nou moeizaam? Of wat is het daar? Hoe moeten we dit nou eigenlijk peilen? Ja, dit zijn de algemene politieke beschouwingen. Nou, dat weet ik. Zover was u. Ja. En ja, daar heb je natuurlijk gewoon ook altijd politieke debatten. En dat is wat je ziet. Vorige keer heeft u ook al een keer geprobeerd om er een noodwet van te maken? Nee, ik heb het nooit geprobeerd. Ik heb op verzoek van de Kamer uitgezocht of het kon. Ja, precies. En ja, is wel echt wat anders. Nee, goed, maar dan, voor mij is dat een kleine nuance. Maar goed, oké, dat krijgt u dan. Maar dat is toen niet gelukt. Dan dacht ik van, u zal wel zeggen, daar zal wel een reden voor zijn dat toen niet gelukt is. Nee, ik heb toen een brief geschreven dat het toen niet kon. Ja, en waarom kon het niet? Omdat het zich niet verhield tot datgene waar toen de tijd de regels voor bedoeld waren. En het kabinet zegt nu dat het nu wel kan. Nou, dat gaan we zien. Heeft u dan enig idee waar dat dan nu veranderd zou kunnen zijn? Wat is er veranderd ten opzichte van toen u er zat? Verdomd weinig. Ja. Dus ik ben benieuwd wat ook. Kijk, het kan volgens de regels, mits je een deugdelijke motivering hebt. Precies. Nou, ja. Het kabinet is daarmee bezig, die moeten we afwachten. Maar een deugdelijke motivering, dat is ook heel subjectief. Nou, juridisch is toch niet bepaald subjectief, toch? Nee, kijk, op het moment dat de dijken doorbreken, is het vrij objectief dat je noodwetgeving mag inzetten. Ja. Op het moment dat de oorlog in Duitsland of België uitbreekt, is vrij objectief dat je noodwetgeving mag inzetten. Ja. En corona was dat natuurlijk ook. Ja. Maar goed, dat hebben we nu niet aan de hand. Dus ja, dat is nu aan het kabinet. Het zou maar zomaar kunnen zijn dat ze dan daarmee nu nat gaan. Dat gaan we zien. Maar u bent onderdeel van dat kabinet. Zeker. En daar gaat niet alles helemaal lekker als het gaat over die crisiswet. Hè? Dat ziet u ook wel.
Nou, we hebben het er überhaupt nog niet over gehad in het kabinet. Ja, maar dat vind ik elke keer zo'n dooddoener. Want het staat wel in het regeerakkoord. En dat is natuurlijk het hele punt. Op het moment dat je dat in dat regeerakkoord zet... dan zorg je ervoor dat het dus blijkbaar staatsrechtelijk in orde is. En dat kan u nu wel steeds zeggen. Hoor ik gisteren in dat debat ook van... ja, maar we moeten het hier nog bespreken. Nee, je moet het er niet in zetten. Nou, het zijn voornemers. Dus we hebben een hoofdlijnakkoord. Die vertalen we in een regeerakkoord. Ja, en je moet dat dus nog uitzoeken en ook hier intern bespreken. En dat is wat we ook allemaal gaan doen. Nee, oké, maar je wil geen valse beloftes in dat regeerakkoord hebben. En op het moment dat je nog niet weet of het überhaupt staatsrechtelijk al kan... zet je het er ook gewoon niet in. Ja, maar je wil ook niet aan de voorkant al zeggen van... ja, ik weet niet of het lukt, dus ik gooi mijn handdoek in de ring. Wel als het staatsrechtelijk als daar twijfel over is. Nou, bij twijfel moet je het uitzoeken. En dat is wat erin staat. Dus ga het uitzoeken, dat bespreken we. Ja, en als wat niet kan, kan niet. Nee, want uw collega, hè? De vorige staatssecretaris. En die heeft tegen mij voor de camera ook gezegd... ja, dat kan eigenlijk alleen als de oorlog is in België... of als er een of andere watersnoodramp optreedt. En daarom heb ik het eigenlijk nooit gedaan. Ja, als hij dat al zo zegt, hè? Ik vind het een gerenommeerd man, u denk ik ook. Zeker, een zeer gewaardeerde collega van mij. Sterker nog, een clubgenoot. Ja, en die praat geen onzin. Erik is een topgozer en die praat geen onzin. Nee, dus daarmee zegt u eigenlijk ook, wij wel... We gaan het goed uitzoeken. Dus we gaan alles juridisch checken. Dan gaan we het hier in het kabinet bespreken. Maar dat heeft hij al gedaan? Ja, en de opdracht in het hoofdlijnenakkoord. Dus doe dat nog een keer. En dat gaan we hier ook doen. Maar waarom is dat? Het is toch alleen maar voor de bühne? Het is dan toch niet voor niks dat je dan te horen krijgt... het is gewoon imagopolitiek van de PVV waar u aan meedoet. Dat vindt uw Erik ook. Nou, kijk, Erik heeft zich helemaal de schompers gewerkt... en heeft alles gegeven om het probleem op te lossen. Er zit nu een nieuw kabinet. Ja. Die heeft ook een opdracht gekregen van... jongens, pak het aan, verken alle mogelijkheden. Dat is wat we gaan doen en we gaan het in het kabinet gewoon eerst bespreken. Dus u bent slaaf van het hoofdlijnakkoord, hè? En van de PVV misschien wel, ja. Dat is nog wel veel erger misschien. Dat vind ik wel hele grote woorden. Maar goed, die laat ik bij u. Maar wie heeft hier nu eigenlijk gelijk? Erik van der Burg of het kabinet onder leiding van Geert Wilders? Van der Burg geldt toch ook wel een beetje als de linksbuiten van de VVD. Heeft hij dan misschien gewoon te weinig ballen gehad om een politiek spannende beslissing te nemen? Of had hij wel degelijk een punt? Het woord is aan de andere oud-asielstaatssecretaris en VVD-orakel, Fred Teven. Erik van der Burg die heeft tegen ons gezegd... nou ja, dit kan helemaal niet, ik heb dat al lang onderzocht, die crisiswet. Hoe zit u daarin? Ik denk dat hij het niet goed heeft onderzocht. Nee? Nee. Ik denk dat het van tijd en omstandigheden afhangt... of die zogenaamde bijzondere omstandigheden... die in artikel 110 en 111 van de Vreemdelingenwet worden genoemd... of die van toepassing zijn. Dan gaat het dus niet alleen om of er mensen buiten slapen in Ter Apel. Ja. Maar er kunnen talloze andere omstandigheden zijn. Bijvoorbeeld dat de oorlog in de Oekraïne verhevigt... en dat er meer Oekraïners komen. Of dat er door die oorlog meer Oekraïners blijven. En het kan best zo zijn dat 2 jaar geleden die bijzondere omstandigheden er niet waren, nu wel. Maar als jij dit nou zo zegt, hoe kan het dan zo zijn dat er allemaal ambtenaren en juristen adviseren om het niet te doen? Nou, ik denk dat ze scherp aan de windzeil is. Hè. Dat vinden ze gevaarlijk? Ik denk dat men dat gevaarlijk vindt. Dus dat kan ik me op zich ook nog wel voorstellen dat men dat gevaarlijk vindt. Maar ja, de keuze is politiek wel gemaakt. Hè? Want dit is toch uiteindelijk een politieke afweging. Is dat zo? Dit is een politieke afweging of je dit doet. Geen juridische? Nee, denk ik niet. In eerste instantie een politieke afweging. Maar als op een gegeven moment een rechter zegt dit mag niet... dan is het toch wel een juridisch verhaal? Ja, het is voor een rechter heel ingewikkeld om te zeggen... een bijzondere omstandigheid die politiek aanwezig wordt geacht... Ja? om erachteraf van te zeggen die was er niet. Maar Van der Burg zegt het moet om oorlog gaan of om een natuurramp. Nee, Van der Burg haalt 2 dingen door elkaar. Als je praat over een algemene noodtoestand of een beperkte noodtoestand... Van den Burg gelijk, dan praat je... Die omstandigheden staan er ook. Dan praat je over de noodtoestandssituatie. Maar als je praat over de separate werking van artikel 110... waardoor die artikel 111 in werking treedt... dan praat je echt over buitengewone omstandigheden. En die kunnen echt naar tijd en plaats verschillen. Het kan zelfs zo zijn dat Van den Burg 1,5 jaar of 2 jaar geleden... terecht oordeelde dat het niet van toepassing was. En dat het nu wel kan. En dat het nu wel kan. Maar het lijkt mij, als je dit zo tegen mij zegt... dat hij er nooit naar gekeken heeft. Oh ja? Nou ja, als hij praat over oorlog, ja, daar heb ik het helemaal niet over. Dat zegt hij. Hij zegt, we moeten in oorlog komen met België. Ja, ja. Nou, dat voor mij op. Nou, vond je dit nou ook zo'n topper van een video? En wil je nog veel meer van dit soort video's zien? Abonneer dan even hier op ons kanaal. Druk even op het belletje, dan blijf je op de hoogte. En dan zie ik je graag de volgende keer.